Hoe is het met de jongeren gesteld in de gemeente Gooisemeren? Dat is het onderwerp in deze aflevering van In Derde Termijn. En we gaan erover praten met Vincent Vermeulen, jongerenwerker bij de welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Meneer Vermeulen, welkom in de bibliotheek van Bussum. Het jongerenbeleid, dat is natuurlijk een containerbegrip, zou ik maar even zeggen. Er valt heel veel onder, dus we gaan een beetje inzoomen op een aantal onderdelen daarvan. De eerste is even, ik had een paar weken geleden Joek Boomsma in de uitzending, de nieuwe directeur publieke gezondheid van de regio Gooi en Vechtstreek. En die zei dat met name bij de GGD al jarenlang de trend zichtbaar is dat jongeren het steeds moeilijker hebben. En dan moeilijker in de zin van psychische problemen, neerslachtigheid, zijn misschien down. Herkent u dat? Ja, in zekere zin wel. Om gelijk maar weer even terug te vallen op corona. Daarin zie je nog steeds nagolven ook bij jongeren. Als je het hebt over down, over eenzaamheid, dat soort problematieken. Ja, dat zien we ook wel bij jongeren terug. Daarnaast denk ik dat het... Maar die corona is alweer, wat is het, 2 jaar terug? Ja, dat is zeker. Dat blijft dus doorwerken. Ja. Bij de ene jongeren meer en bij de andere minder. Ja. Maar je ziet nog wel dat jongeren naar je sociale vaardigheden, bijvoorbeeld dat benoemde jij net al, dat jongeren dat soms lastig vinden om toch met elkaar het gesprek aan te gaan, om toch nieuwe vrienden te ontmoeten of nieuwe mensen te ontmoeten. Dat zijn zeker thema's. Maar dat zagen we ook bij de jongere kinderen op de basisscholen. Ja. Niet meer weten hoe je met elkaar speelt, bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je elkaar toch weer op een schoolplein. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Corona kan ik me nog iets bij voorstellen, want ze zaten vaak opgesloten in huis. Hè? Mm. Laat ik het maar even zo noemen. Je kon elkaar niet ontmoeten. Hè? Sociale media speelt dat daar ook nog een rol in? Dat jongeren ook niet meer leren om met elkaar te communiceren? Alleen nog maar te appen? Zeker. Ja. Dat zie je zeker wel. Dat zie je ook, ook appen, maar ook jongeren die uren op hun kamer zitten te gamen. Dan kunnen ze een heel groot netwerk hebben. Dat hoeft niet gelijk te zijn dat ze dan eenzaam zijn. Het kunnen zijn dat ze heel veel mensen ontmoeten. Maar de sociale vaardigheden die je leert in contact met elkaar, bij elkaar zijn, dat is minder. Ja. Dat zie je gewoon minder. En daar zijn de jongeren dan ook vaak minder goed in geworden. Ja. Mevrouw Boomsma, dus de nieuwe directeur publieke gezondheid, die noemde ook nog een element van die sociale media is dat daar een soort schijnwerkelijkheid wordt gecreëerd. Een mooi verhaal, jongeren die gezellig met elkaar iets ondernemen of lekker eten. Waarbij andere jongeren bedenken, daar maak ik geen deel van uit. Ja, ik denk dat is een probleem die van alle tijden, denk ik. Hè? Ja. En ik denk dat we dan vooral moeten gaan kijken van als die jongeren dat gevoel hebben, hoe kunnen we juist ze ook betrekken bij de community als het ware. Of we wel deel vanuit willen en mogen maken. Ja. En daar ligt ook een taak vanuit het jongerenwerk. Om de jongeren te bereiken die niet in zicht hebben wat er allemaal is. Of die het toch eng vinden of het toch spannend vinden. En hoe bereiken jullie die? Ook door social media. We hebben het net over social media gehad, maar bij ons is het social media een enorm platform wat wij enorm gebruiken. Dus Instagram, TikTok, Facebook. Om zowel ouders te informeren in wat wij doen, maar ook jongeren te informeren. We proberen op de kanalen te zijn van de jongeren. Om ze te informeren waar wij mee bezig zijn. De activiteiten die we organiseren, maar ook de mogelijkheden die wij creëren waarbij jongeren kunnen aanhaken om een gesprek aan te gaan. Of te hebben over dat ze het even niet fijn hebben. Of noem maar op. En wij proberen in contact te komen met de jongeren. Ja. En lukt dat ook? Komen de jongeren ook naar jullie toe? Ja. Kijk, je hoopt altijd meer. En er zullen altijd zeker jongeren zijn die nog niet naar ons komen. En daarom blijven we ook actief op die platformen juist. Maar je ziet jongeren die naar ons komen. En je ziet ook dat elke keer weer nieuwe jongeren kunnen zijn en ook zijn. Ik kan me ook nog voorstellen dat jullie vanuit het jongerenwerk ook allerlei dingen nog signaleren. Of dat jullie signalen oppakken van anderen, bijvoorbeeld van Veilig Thuis van de regio Gooi en Vechtstreek. Mm-hmm. Of ouders die bij jullie langskomen, die misschien zeggen, goh, het gaat niet zo goed met mijn zoon, of het gaat misschien niet zo goed met mijn buurjongen. Doen jullie daar ook nog wat mee? Ja. Zeker. Kijk, we zijn niet een specialistische zorg. Dat bieden wij ook niet aan. Maar we kunnen wel kijken van, kunnen wij een brug zijn tot specialistische zorg? Je ziet dat jongeren, je zei het net zelf ook al, vaak grotere problemen, depressiviteit, grotere klachten. En je ziet ook dat er een enorme groei is naar GGZ of specialistische zorg vanuit de jongeren. Ja. Er zijn enorme wachtrijen.
Of wachttijden, wachtlijsten. En daarin proberen wij wel een brug te zijn waar nodig is. Dus wij kunnen niet alles doen, niet alle problematieken. Maar als wij denken van oké, deze jongen willen we wel graag helpen. We willen dat er een gesprek is, dat we hem kunnen ondersteunen. Of dat hij in ieder geval kan zijn, wat wij heel erg belangrijk vinden. Dan proberen wij dat wel aan te gaan, voor dat soort jongeren. Ja. Gaan we meteen even naar de actualiteit, want je hebt het al over die specialistische hulp. Mm. Er zijn plannen om honderden miljoenen te bezuinigen op de jeugdzorg de komende jaren. Daar zijn de gemeentes natuurlijk niet blij mee. En de organisaties die die hulp moeten verlenen natuurlijk ook niet. De Tweede Kamer praat er binnenkort over. Even een reactie van jouw kant. Mm. Ja, geen ja, je gaat natuurlijk niet zeggen, ja, prima die bezuiniging. Ja, nee, geen goede keus. Nee, ik zie dat alle problematieken die er nu spelen, ook onder de jongeren, en de aandacht die er is voor de jongeren, denk dat het gewoon belangrijk is om zeker te behouden wat er is. En eigenlijk nog extra te creëren. Te intensiveren, zeker. Ja. Okay. Ik had eigenlijk ook geen andere uitspraak verwacht van je. Nog even iets anders, meneer Vermeulen. De jongerenoverlast. We hebben daar in Naarden een tijd lang last van gehad. Hoe is daar nu mee gesteld? Ja, als we bijvoorbeeld refereren naar nieuwjaar of kerst. Daarin zag je dat, naar mijn idee, weinig overlast was. Ja. Wij hebben vanuit het jongerenwerk hebben we samen met de gemeente Gooi-Sumeren en de buurtsportcoaches en ook Stad Gooi hebben gekeken naar een programma op te stellen voor de jongeren van heel Gooi-Sumeren. Een programma waar jongeren kunnen aanhaken bij jam-sessies, bij sportactiviteiten, lazy game, allemaal van dat soort dingen. En daarnaast hadden we ook nog een activiteit op Oudjaarsdag, om de jongeren een ruimte te geven, als het ware. Dat hebben we zowel in Bussum als in Naarden gedaan, om jongeren ervoor te zorgen dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Met elkaar gegeten, de burgemeester is ook nog langs geweest op beide locaties. En daarin zie je dat we een plek creëren voor de jongeren, ook op dat soort dagen, wat heel erg fijn is. De jongeren hebben een plek waar ze heen kunnen, waar ze mogen zijn, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En daarnaast proberen we ook op dat soort dagen aanwezig te zijn op straat met die jongeren. En ze ook een bepaalde voorbeeldfunctie te geven. Bijvoorbeeld op Nieuwjaarsdag of Oudjaarsdag met vuurwerk. Dat we met die jongeren op straat gaan, ook met de buurtvaders van Naarden. En ze een soort van voorbeeldfunctie geven. En je merkt dat dat heel erg goed werkt bij verschillende jongeren. Van hey, dat is iemand die ik ken. Dan gedraag ik me ook al anders. Zeker. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, deze methodiek heeft gewerkt. We hebben het geëvalueerd. Tenminste, vanuit het jongerenwerk kan ik wel zeggen dat het heeft gewerkt. En waar we ook wel op willen voortbouwen de aankomende jaren. Van hoe kunnen we dit nog mooier maken, ook voor jongeren, aantrekkelijker maken. Maar ook het neerzetten zodat het goed blijft staan. Ja. Kan je een profiel geven van de jongeren? Want jongeren, dat is natuurlijk ook heel breed, van laag opgeleid tot hoog opgeleid. Ja. Binnenland, buitenland, noem maar op. Ja. Kan je een profiel geven van de jongeren waar we het hier over hebben? Vanuit het jongerenwerk is het lastig om een profiel te geven, omdat we eigenlijk voor alle jongeren zijn. Dus eigenlijk de dingen die je net zei, die jongeren die bereiken wij ook. Dus laag opgeleide, hoog opgeleide, binnenland, buitenland. Van allerlei pleinmaatjes eigenlijk. Alle diversiteit, etniciteiten. Ja. Want je noemde net dat jullie ook buurtvaders hebben ingezet. Ik heb begrepen van Hante Heegde, de burgemeester van Gooi-Sumeren, dat hij daar erg enthousiast over was. Heeft hij erg in een ander interview gezegd bij GooiTV. Maar buurtvaders, ik heb ook nog eens een verleden in het welzijnswerk. En daar ken ik dat fenomeen van buurtvaders eigenlijk alleen bij Marokkaanse of Turkse jongeren. Maar niet bij Nederlandse jongeren. Hoe is dat hier? Ja. Zo ken ik het ook wel. Ja. Wij hebben dan, als het ware vanuit Vers hebben we ze niet per se ingezet, maar in Naarden hebben we gewoon buurtvaders. En die hebben zich gezegd van, wij willen ook graag samenwerken met het jongerenwerk. Dus gingen we kijken van, wat kunnen we samen doen. Maar het klopt, je ziet het vaak bij Marokkaanse en Turkse, tenminste, niet de Nederlandse, niet de Nederlandse ouders. En ik denk dat het juist goed is om te kijken ook naar dat soort ouders. Van, zou ik ook zoiets kunnen doen? Zou ik ook een rol kunnen aannemen in mijn wijk, in mijn buurt? Ja. Waarbij ik een voorbeeldfunctie heb, waarbij je een contact kan leggen met de jongeren, als het ware. Op een laagdrempelige manier. Zeker. Ja. Ik hoor je eigenlijk zeggen van, die aanpak heeft gewerkt. Daarmee is de jongerenoverlast verminderd. Hij is natuurlijk nog niet helemaal weg en dat kan ook zomaar weer opploppen natuurlijk. Hè? Ja, dat kan zeker. En dat
Ja, dat weet je nooit. Als jongerenwerker, wat ik al zei, we proberen echt voor de jongeren te zijn. We zijn ook geen handhavers. Dus daarin proberen we vooral in contact te komen met de jongeren op een laagdrempelige manier. Zonder te bekeuren of wat dan ook. Maar gewoon echt in contact, echt mogen zijn. Maar je weet nooit of er overlast kan komen wel of nee, niet. Nee. Hou je hart vast als het gaat om de kermis in Bussum? Nee. Ja, ik want denk, vorige keer liep het uit de hand, hè? Ja, maar ik denk dat als je vanuit het jongerenwerk je hart gaat vasthouden op bepaalde momenten, dan ben je niet het juiste aan het doen, denk ik. En weet je nog, de jongeren die toen voor die overlast zorgden bij die Bussumse kermis, waren dat vooral jongeren uit Gooise Meren of vooral jongeren van daarbuiten? Wat ik weet was het gooi en vecht. Dus, van buiten Bussum Oké. Hoe is jullie, want je had het net over, we zijn geen handhavers. Hoe is de samenwerking met de politie? Ja, goed op zich. We werken veel of nauw samen met de politie en BOA's. Ja. En dan vooral op het stukje, dus wat ik al zei, niet het handhaven, maar vooral er beide zijn voor de jongeren. En dat is ook wel iets wat ik vanuit jongerenwerk ook naar de jongeren wil uitstralen. Van, hey, wij zijn het jongerenwerk, maar we werken ook samen met de BOA's en de politie. Zo heb ik nu eens in de zoveel tijd dat ik met de jeugdboa op straat ga. En dan gaan we gewoon contact leggen met de jongeren. En ik denk dat dat gewoon heel erg goed is. Dat je ook het stukje handhaving niet alleen maar richt zich op bekeuren en al dat soort zaken. Maar ook eens gaat kijken van hoe kunnen we juist de handhaving of de politie en de boa's ook een beetje verschuiven in de zin van, hey, we willen er ook zijn voor de jongeren. We zijn het voor de welzijn voor jullie. En niet voor het vervelend voor jullie maken of jullie bekeuren. Of, weet je, daar proberen we te kijken van hoe kunnen we vanuit het jongerenwerk daar ook een aandeel in hebben. In de samenwerking. Ja. Met hoeveel zijn jullie eigenlijk? Jongerenwerkers? Ja? Zeven. Ja. Zeven. Alleen in de gemeente Gooise Meer? In Gooise Meer, ja. Ja. Nou, en dan dus verspreid over Muiden, Muidenberg, naar de dorpskern. Ja. Okay. Met name in Hilversum is een trend dat je steeds meer ziet dat jongeren drugs gebruiken. En dat er verhandeld wordt. In de coronatijd was het natuurlijk helemaal bingo, zal ik maar even zeggen. Het ging niet alleen om drugs, maar ook om dranken. Handel, met name bijvoorbeeld bij het gymnasium in Hilversum. Ja. Hoe is dat hier in Gooise Meren? Ja, het is wel een zorgelijk thema. Ja? Zorgelijker dan vroeger? Dat denk ik wel. Tenminste, ik denk dat dat het toen ook was, maar dat het nu heel veel meer inzichtelijk is, hè, door ook de media, de social media. Dus daarin zie je het sneller. En ik denk dat we ook vanuit de partners meer met elkaar nauwer samenwerken, waardoor je het ook sneller hoort. Ja. Maar het is wel een zorgelijk thema. En dan heb ik het niet zozeer alleen over het handelen, maar ook over het gebruiken. Je kan geen parkje in en je ziet wel jongeren blowen. En ik heb niet zozeer wat tegen blowen, maar het is wel een thema wat goed is om bespreekbaar te maken. Ja. Doe je dit vaker of waarom doe je dit? Of, dus, en wat is dan zo'n antwoord? Valt mee. Af en toe. Of even tijdens schoolpauzes even een blootje. Schoolpauze? Ja. Dan zit je toch helemaal dwaas in die lessen die daarop volgen? Ja, het wordt op de gekste momenten wordt het dan gedaan. En soms kan ik het ook wel begrijpen van jongen. Tenminste, de druk die hier soms heerst op ze. Dat is dan een reden die ze geven. Ja, dus dan bloot ik. Ik keur het niet goed. Het is wel echt een problematisch thema wat we zien. En wat we wel echt aankaarten. Dus echt jongeren informeren over. Als je het doet, wat zijn dan de zorgen die je ervan kan krijgen? Of wat is de reden? Of wat is de gedachte dat je het wil gebruiken? Dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin van ons gesprek. Jongeren die wat neerslachtig zijn of een beetje down zijn of op sociale media andere jongeren zien die het hartstikke leuk hebben, dat ze daar misschien ook een aanleiding in vinden om te gaan blowen. Ja, de FOMO, hè, de welbekende thema Fear of Missing Out. Dat zie je bij jongeren ook in zeg de media. Nog eens, wat is dat? Fear of Missing Out, FOMO. Of Missing Out, dat ken ik nog niet. Dat zie je bij jongeren ook. Hè. Dus, en daar speelt social media een hele belangrijke rol in. Ik zie dat Pietje dat heeft gedaan, want dan wil ik dat ook. En daarin zie je ook de dingen die ze willen, maar ook het gedrag wat ze vertonen soms. Van, wat je ziet op social media, daar wil ik ook overheen. Of daar wil ik meer. Dat beïnvloedt wel het gedrag van jongeren. Ja. Positief en negatief. Terwijl het soms ook maar een schijnwerkelijkheid is. Hè? Want de jongen die je in dat filmpje ziet, die zijn misschien ook neerslachtig, weet je? Alleen net niet op dat moment. Nog even terug naar dat drugsgebruik. Je hebt het over blowen. Zie je daarna ook een verschuiving in dat er sterkere middelen gebruikt worden?
Nee, nee, het zal vast wel gebruikt worden, maar dan off-radar. En daar ben ik zelf heel erg blij mee, dat het in ieder geval niet in publiek gebeurt. Ja. Ja, je hoort wel eens wat, maar ik heb het nog niet op straat gezien of tegengekomen dat iemand echt aan sterkere middelen wel zit. Ik denk dat overigens, in de supermarkten kan je geen sigaretten meer krijgen bijvoorbeeld. Nee. En dat zorgt er al voor. Sinds 1 januari niet meer. Nee, klopt. Dus dat zorgt al voor andere manieren om aan dat soort dingen te komen. Ook vanuit jongeren of drank. Dus mensen informeren of vragen voor de winkel, wil jij drank of sigaret voor me halen? Zijn er voorheen heel erg. Maar gelukkig niet. Ik heb de indruk dat dat aan het afnemen is. In ieder geval wel voor sigaretten. Dat wel. Ja. En drank wisselend. De weekenden zie je dat dat meer is. Altijd lastig. Ja. En de jongeren hebben er toch nog even niks van geleerd. Onder de 18 niet roken en niet drinken. Ik denk dat dat nog een paar generaties duurt voordat we dat in ons hoofd geknoopt hebben. Dat we niet mogen drinken voor onze 18 of roken. Maar dat duurt nog wel even. Klopt, ja. En daarnaast ligt er natuurlijk ook een rol vanuit de ouders. Hè. Sommige ouders die vinden het ook maar een stomme regel. Dus die supporten eigenlijk of die geven de jongeren dan wel of niet drank. En dat zie je natuurlijk ook wel. Wel eens gebeuren. Maar ja, daarin is het bij de ouders moet ook het besef zijn, sorry. Maar eigenlijk zou je dus ook tegen je zoon of dochter moeten zeggen, als hij 17 is en gewoon thuis een biertje wil drinken of een glaasje wijn wil drinken, nee, het kan pas vanaf je 18. Eigenlijk wel, ja. Maar dat zal nog een tijdje duren. Dat zeker. Ja. Oké. Heb jij, want dit is natuurlijk ook een politiek-maatschappelijk discussieprogramma, zou jij nog iets aan de politiek willen meegeven vanuit jouw ervaring als jongerenwerker in deze gemeente? Waarvan je zegt, politiek, daar zou je eens goed op moeten letten of aandacht aan moeten besteden. Nou, ik denk vooral aandacht voor de jeugd. En dan vanuit het jongerenwerk proberen we dat natuurlijk ook wel, maar ook politiek gezien denk ik dat het goed is om meer ons te richten op de jongeren. Kijk naar een jongerenraad in Gooisemeer. Dat zal prachtig zijn dat de jongeren ook een stem krijgen en ook een mening kunnen geven. En dat er ook wat meer gedaan wordt. Dat in het verleden was dat niet altijd even goed gegaan. Ja, maar die wethouder Jelmer Kruid is daar een warm voorstander van. Ja, zeker. Dus ik hoop dat we snel daar weer verder over kunnen praten. Ja. En zoiets juist kunnen oprichten. Want ik denk dat dat heel mooi is. En dan ook niet voor alleen hoogopgeleide jongeren, maar gewoon echt de jongeren die in Gooisemeer wonen. En iedereen daarbij betrekken die dat leuk lijkt. Ja. Om echt die stem van de jeugd ook aan het woord te brengen. En ook dat die belangrijk wordt. Dat die dat ze ernaar luisteren. Niet dat het maar is, het zijn jongeren, maar de ouderen die hebben uiteindelijk toch de overhand. Maar dat het echt een stem krijgt. Ik denk dat duidelijk. Ja. Ga ik er nog één aan je voorleggen. Dat is de nachttrein. We hebben tegenwoordig een nachttrein die gaat van Utrecht via Hilversum naar Amsterdam en vice versa. Van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Ik geloof dat er maar 1 of 2 treinen rijden hoor in die nacht. Maar om te voorkomen dat we het accent alleen leggen op jongeren tot 18. De groep daarboven wil misschien gaan stappen in Amsterdam of in Utrecht. Vind jij dat er in Gooisemeer een nachttrein moet stoppen? Hij stopt nu niet, hij komt er wel langs, maar hij stopt niet. Want dat kostte de gemeente te veel geld. Voor mij mag die stoppen. Van mij mag die zeker stoppen. Ik moet het alleen maar aan om jongeren ook juist dat ze zich gaan verspreiden over Nederland. Ook gaan stappen en elkaar ontmoeten. Dus van mij mag die zeker wel stoppen. Mooi. Vincent Vermeulen, dank voor je komst naar de bibliotheek in Hussem en succes met het jongerenwerk in Gooisemeeren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Derde Termijn. Graag tot over 7 dagen.